Goedendag, u kijkt naar het Oudejaarsweerbericht van Weerplaza. Vanochtend is er nog veel bewolking, in het uiterste oosten kan ook nog een klein beetje regen vallen, maar de neerslag trekt al snel weg en dan gaat het vanuit het westen uit ook breed opklaren. In de kustgebieden kan een enkele bui voorkomen, vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en er schijnt ook de zon flink. Het wordt dan 9 tot 11 graden, er waait nog wel een matige aan zeevrij krachtige en misschien eerst nog krachtige wind uit het zuidwesten, kracht 3 tot 6. Vanavond zijn er eerst opklaringen, later raakt het bewolkt vanuit het westen. En tegen de jaarwisseling kan er wat lichte regen vallen in het westen, in de rest van het land blijft het overwegend droog. Dan morgen op Nieuwjaarsdag, dan is de neerslag weggetrokken en schijnt de zon weer in meer periode. Het wordt 8 of 9 graden. De windwaarde is uit het noordwesten, later uit het zuiden tot zuidoosten en is veelal matig. Vanaf zaterdag hebben we te maken met een licht weertype. De, de scheidingslijn tussen koude en zachte lucht ligt over ons land. Met name in het zuiden blijft het zacht met een graad of 6. In het noorden wordt het licht winters met 0 tot 2 graden, en ook kans op wat lichte winterse neerslag. Ik ben Ben Lankamp van Weerplaza.nl